SketchUp for Schools installeren op twee manieren. De eerste manier is via het startmenu. We gaan kijken of de bedrijfsportal er staat. Nou, bij de B, bedrijfsportal. En als je de bedrijfsportal hebt, dan kun je daar de bedrijfsportal gebruiken. Daarin zijn al een aantal dingen klaargezet. Onder andere SketchUp for Schools. Heb je die bedrijfsportal niet, ga ik dadelijk voordoen hoe je op een andere manier moet installeren. Het komt op hetzelfde neer. Hier zie je dat ik hem al geïnstalleerd had, dus je drukt op het knopje installeren en hij gaat vanzelf functioneren. Ik zei al, heb je hem niet, ga je naar Google. Je gaat gewoon naar internet en in Google tik je in SketchUp Free. En als je dan SketchUp Free te pakken hebt, dan controleer je even Free 3D Modeling. Die moet je hebben. En als je die indrukt, dan moeten we nog een paar stappen door. Je ziet hier de site. Je gaat nu naar het tabblad Products, Create en dan even naar de zijkant. De derde is SketchUp for Schools. Daar druk je op en dan ga je Get Started. Je controleert even of die er staat. Get Started. En heb je die gedaan, dan geef je even aan dat je een student bent. Student, Continue en Launch. Op dat moment gaat hij controleren of je bij een school hoort. Nou, je logt in met je Microsoft account. En op dat moment, ik moest me weer even aanmelden. Dat heb ik even op snelheid gedaan nu. Kijk maar. En ik moest ook even een code doorgeven. Nou, geen enkel probleem. En hij gaat starten. Nu gaan we het programma vastmaken aan het startmenu. Nou, hoe doen we dat? Het vastmaken aan het startmenu, dat doe je boven in de balk. Want je zit nog in een browser. Boven in de balk zie je een tekentje ontstaan. Daar het eerste tekentje wat ik nu aanklik. En daar zie je installeren. Je gaat gewoon, je drukt erop en hij installeert in het startmenu. Als je dat gedaan hebt, dan kunnen we dat nog even controleren. Als hij dus helemaal klaar is daarmee. En je gaat weer naar het startmenu en je ziet dat hij daar in het startmenu staat. Heb je dat gedaan? Dan kun je gaan start modeling. En je ziet, hij doet het. Succes ermee!